Marije, praat met me, smeekt Jung. Ik begrijp echt niet wat ik heb gedaan. Marije knijpt haar ogen tot spleetjes. Oh nee, zegt ze. Jung krijgt een waas voor zijn ogen. Hij kan Marije niet goed meer zien. Maar zijn vuist komt wel midden op haar gezicht terecht. Marije gilt het uit. Van dat gillen schrikt Jung. Oh nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft het mooiste meisje van de wereld in haar gezicht gestopt. Hoe kwam u op het idee om dit te schrijven? Nou, door die jongen die hier op school zat en die zijn vriendinnetje dus geslagen had. En toen dacht ik, oh nou, misschien is het wel een leuk onderwerp voor een boek. En toen is dit eruit gekomen. Ik schrijf eigenlijk altijd wel een beetje makkelijke boeken. Ik heb ook wel boeken geschreven voor volwassenen. Maar de taal is best wel makkelijk daarvan. Ik wilde eigenlijk een heel, laten we zeggen, een objectief verhaal schrijven. Hè, van een jongen en die is nieuw op een school en die staat bij een bushalte. En hij is eigenlijk wel van goede wil. Maar ja, het gaat helemaal mis. En eigenlijk is dat zijn schuld niet. Er komen ook nogal wat scheldwoorden in voor, hè, in dit boek. En dat vinden heel veel mensen ook niet prettig om te lezen. En ik gebruik eigenlijk niet zoveel scheldwoorden in mijn boeken, in dit boek wel. En dat moest wel een beetje, want het gaat over geweld. En geweld, dat heb je ook verbaal, hè? Verbaal geweld, schelden. Maar dat meisje, dat echte meisje dat hier op school had, zei helemaal niet van die vreselijke dingen. Maar hij kon zich niet beheersen. En toen dacht ik, het is een mooi thema om een verhaal over te schrijven.